Ik vecht 7 oktober in Bulgarije, in Burgas. Dan vecht ik in de middelgewicht, klasse 85 kilo. En ik vecht tegen een Edward Alexania. Ja, ik kan zijn naam niet goed uitspreken. Maar dat staat nu op de planning, 7 oktober. En we zijn hard aan het werken. Dus 7 oktober belooft spektakel, zoals altijd. Hij vecht tegen een Bulgaar genaamd Edward. Dat is een hele boze jongen. Iemand die eigenlijk buiten het gewone protocol wat ze in Bulgarije hebben, contact op had genomen met Glory. Die eigenlijk al een akkoord had met Robbie om te gaan vechten. Het gaat natuurlijk een zware dobber worden. We krijgen het niet cadeau. Hè? En zoals ik het zeg, je gaat nooit naar het buitenland dat ze je halen, zodat je even kan winnen. Het publiek zal een tikkie anti zijn. Maar ik denk namelijk dat het een ideale stap is voor Mo en mij om nog dichter naar elkaar te kunnen groeien. Daarom heb ik ook gekozen voor hem voor een partij in het buitenland. Want dan zijn we dan een paar dagen apart. Dan leren we A, elkaar wat beter kennen. Je wordt wat meer op jezelf aangewezen. B, er zijn geen invloeden van buitenaf. Er is niet, ik zeg niet dat er gebeurt, maar een ex-trainer, een ex-hoekman of weet ik veel wat, die even bij hem langs rijdt. Hey, waarom doe je dat nou? Je moet mij, je moet zus, je moet zo. Weet je, we hebben daar ook onze social media tijd natuurlijk weer ingetimed. Dat we niet de hele dag op die telefoon zitten, maar dat we een beetje contact met elkaar hebben. En dat is meestal de basis van andere dingen. En dan kan je ook zien hoe het anders is. Hij is met zijn andere trainers, hoekmannen, ook naar het buitenland geweest. En nou gaat hij naar het buitenland MyGym-stijl. Zo simpel is het. Het is allemaal best wel snel gegaan. Het is allemaal in een treinversnelling gegaan. De overstap naar Mike, dat ik laatst heb getekend bij Glory. Zo ik zeg, Mike is een man van, hij is niet een man die van afzien houdt. Het moment dat ik tegen hem heb gezegd van Mike, ik wil met jou werken. Ik voel me fijn hier, ik wil kijken wat we kunnen brengen. Dat is mijn neus goed en is hij gelijk voor mij aan het werk gegaan. En zodoende is daar ook het Glory-contract uitgekomen. Hoe ik het zie, de M-Fusion is een geweldige organisatie. Maar het is geen Glory. Dus daarmee bedoel ik, de vechters die daar vechten. Er zijn ook heel veel die even net niet Glory-waardig zijn, zeg maar. Vind ik, hè. Ik hoop dat ik er niemand mee beledig, maar je kan het gewoon zien in de wedstrijden. Nou, oké. Dan kan hij daar rond blijven dobberen. Of ik kan gewoon zeggen, nou, het is tijd om een stapje op te doen. Nou, op dit moment denk ik dus dat hij het wel verdient om een stapje omhoog te doen. Daarom heb ik ook met Edwin van Os gezeten en overlegd. En Michael van Os. Om zijn contract open te breken. En tikkie te veranderen. Nou ja, hun werkte erin mee. Maar ook met hetgene wat ik zeg van elkaar luister. Laat me even met Robbie praten. Met Robbie gepraat. Nou, met Robbie en Edwin gesproken. Van oké, we moeten elkaar wat meer de bal toespelen qua vechters. Nou, dat gaat nu gebeuren. Ik denk voornamelijk met de jongens die hier zijn, die op het allerhoogste platform eigenlijk vechten. Je hebt bijvoorbeeld je hebt Chico, je hebt Stojan, je hebt Serkan en je hebt hier nog heel veel andere toppers. Dus het niveau qua trainen is heel intensief. En elke fout die je zeg maar, met sparren of gewoon op de training kan maken, daar kan je gewoon letterlijk op gaan zitten. Dus we houden elkaar hier echt scherp. Hij was toen aan iets anders, aan iets nieuws. En dat heb je nu gevonden. En op zich gaat het goed. Hij is leergierig. Hij doet dingen die hij anders nooit deed. Wat er wel bij hoort. Snap je? Dus dat zit aan een voorbeeld geven. Wij lopen een paar keer in de week. Dat ik niet.
natuurlijk, logisch. Maar ja, dat moeten ze doen. En daar had hij een hekel aan. En nu doet hij het uit zichzelf. En, want hij heeft het nodig, dat voelt hij. Want anders, het tempo bij ons gaat een stukje hoger. Het draait niet meer om Mo. En hij wil wel dat het om hem gaat draaien. Ik zei, nou ja, dan moet je die trommel afpakken en vooraf gaan, voorop gaan lopen. Maar voorlopig, als je die trommel nog niet te pakken hebt, kun je voorop lopen wat je wil. Kun je misschien de vlag pakken. Maar ook zo werkt het niet. Maar de man met de trom, die geeft het tempo aan. Zo simpel is het. En als je dat wil, dan moet je het doen. En hij wil heel graag dat het om hem gaat, maar het gaat niet. Er zijn grotere honden. Ik heb 77 wel echt achter hem gelaten. En de toekomst is nu gewoon om omhoog te gaan. Ik heb in een ander interview ook aangegeven, ik wil gewoon het liefst naar het zwaargewicht te gaan. Dus ik ben nu op 85. Ik wil het langzaam opbouwen naar de min 95. En zo langzaam aan het gewoon de zwaargewicht opgaan. Het is een hele sterke divisie. Hele sterke, gretige, hongerige jongens. Vooral wat ik zie. Maar ik doe het niet voor minder. Ik ben hier gekomen om kampioen te worden. Niks meer, niks minder. Ik wil je kampioen worden, kampioen blijven. Dus dat is waar ik voor ga, niks minder. Ik heb het afgelopen jaar heb ik best wel veel gevochten. Dus ik hou er ook van veel te vechten. Ik ben niet de type dat om de 3 maanden of om 1 keer in de zoveel tijd weer even te vechten. Weet je, het liefst vecht ik gewoon om de 6 weken. Een partijtje, dat ligt mij meer. En zo hou ik ook mijn ritme. Ik ben wat bekender geworden in mijn omgeving. Ik merk het ook gewoon buiten. Ik merk het buiten ook gewoon. Van dat jongens die me opeens groeten van, hey, zet hem op, snap je? Dus het leeft wel echt. En ik voel ook dat de mensen achter me staan. Ik voel de support. Dus ik ga 7 oktober gewoon, ik wil gewoon schitteren. En de mensen gewoon echt geven waarvoor ze zijn gekomen. Of waarvoor ze kijken op Videoland. En dat is gewoon een beukpartij, een knalpartij.